Op 5 november, ja, dan kiezen de Amerikanen voor de 60ste keer een president. En nieuw in de Daily Move, in aanloop naar die Amerikaanse verkiezingen, gaan we elke dinsdag één aspect van die verkiezingen onder de loep nemen. We beginnen de serie vandaag met het Amerikaanse kiesstelsel. Want hoe werkt dat ook alweer precies? En is het wel eerlijk als je trucs kan uithalen om de uitslag te manipuleren? Nou, dat ga ik vragen aan Amerika-kenner Carol Rock en Kenneth het Manusama, jurist en gespecialiseerd in het Amerikaanse staatsrecht. Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, Kenneth, laten we gewoon beginnen met een crashcourse van de Amerikaanse verkiezingen. Op 5 november er wordt er een nieuwe president gekozen. Maar meer, er is meer. Je kan meer kiezen. Ja, tegelijkertijd worden er ook heel veel uh, congresleden uh, gekozen: Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Met andere woorden, het is ook uh, niet alleen maar belangrijk wie de president wordt, maar ook wie de meerderheid krijgt in het, uh, in het Huis van Afgevaardigden en de, en de Senaat. Uh, er staan ook heel veel lokale uh, ambten op het spel. Uh, en die zijn ook wel heel belangrijk voor het kiesstelsel. kom ik misschien straks er nog wat op. Uitgebreid. Um, maar uh, ja, er is dus heel wat kiezen. Er zijn ook uh, abortusreferenda, zijn er in verschillende ja. staten. Hè, dus dat soort dingen staan. Ja, het is één groot verkiezingscircus op die dag. Oké, okay, dus als je dat stemhokje ingaat, dan ben je wel even bezig. Dan ben je even bezig en dan ligt het maar aan van... heb je papier voor je neus of heb je een scherm? Want papier kan misschien zo groot worden als wat we hier hebben... misschien ja, bij de Tweede die Kamer. Enorme, uh, um, en anders moet even. je het via het scherm doen... en dan moet je goed kunnen scrollen. En, nou ja, en dan uh, moet je maar okay. hopen dat het systeem uh, functioneert. Maar dat verschilt dan ook per staat, kan ik me voorstellen. Ja, ja zeker. Ja, voor de referenda. Ja. Het zijn indirecte verkiezingen, want... Um, als er dan een stem is uitgebracht voor de presidentsverkiezingen, na 5 november worden er dan kiesmannen gekozen voor het Electoral College, het landelijke kiescollege. Hebben wij dat maar eventjes vertaald. Ja. Hoe werkt dat, Carol? Nou, je hebt um, uh, per staat, uh, afhankelijk van hoeveel inwoners een staat heeft... Uh, heb je dus een aantal kiesmannen die aan die staat zijn toegewezen. Mm -hmm. Dus hoe groter de staat, hoe meer kiesmannen. Dus bijvoorbeeld Californië heeft er 55. Dat is natuurlijk een hele grote staat. En dan heb je ook uh, bijvoorbeeld... Uh, North Carolina bijvoorbeeld heeft er 16. Oh ja. um, en dan ga je dus stemmen. En uh, dan heb je... Uh, uh, je stemt op een democraat of op een republikein. En... In elke staat in Amerika geldt het principe: de winner takes it all. Dus als jij als kandidaat, uh, als republikein bijvoorbeeld, uh, 51% of meer van de stemmen hebt, dan krijg je alle kiesmannen. En zo kan het dus zijn dat je uh, in een bepaalde staat als uh, Republikein heel veel stemmers hebt uh, en heel weinig kiesmannen. Uh, je kunt ook heel veel, uh, uh, heel veel kiesmannen krijgen ja. en een kleinere staat. Maar als je op een gegeven moment die kiesmannen met elkaar bij elkaar optelt, en als je dan ook kijkt naar het aantal stemmen dat iemand gekregen heeft, dan kan dat nogal wat verschil brengen. Ja. Ja. En ja. dat is, dat is wel, wel eens gebeurd. Ja, dus het kan zo ja. zijn dat er meer uh, Republikeinse stemmers zijn in ja. een staat. Ja. Maar dat dan toch uh, um, in dat kiescollege de vertegenwoordiging ja. uh, doorslaat naar de Democraten. Klopt. Ja, ja. ja dan ja. worden de, de, de popular vote, die kan ja. gewonnen worden door Democraten, en dat doen ze ook de laatste jaren ja. veelal Maar toch uh, is er gewoon een 50-50 kans dat de Republikeinen alsnog uh, ja. met het uh, kiescollege ervan doorgaan. Ja, voor, voor ons in Nederland klinkt dat heel raar, ja. toch? Ja. Maar als je toch kijkt naar de afgelopen verkiezingen, nou, Biden had zowel de, de kiesmannen als de popular vote gewonnen. Maar daarvoor, in 2016, was het Hillary Clinton die gewoon bijna 3 miljoen meer stemmen had dan Donald Trump. Het was echt een verschil van, omdat hij in Pennsylvania en, en Wisconsin en, en Michigan had hij net mm. meer stemmen. En daardoor alle kiesmannen gekregen. En ja. daardoor won hij de verkiezingen. Maar, ja. maar toch, als ik naar de verschillende uitslagen echt in de geschiedenis kijk. Ik heb even de data er direct bij gepakt. Sorry voor deze directe fact check. Want je hebt helemaal gelijk. Maar het is eigenlijk alleen toen ook bij El Gore voorgekomen. Al Gore, ja. En voor de rest won de president ook echt met de grootste de meerderheid grootste ja. als we de geschiedenis in gaan. Ja. Dus het is ook maar in Twee gevallen eigenlijk. Ja, het eigen kan, dus wel. het, het kan, kan dus wel. Maar het komt er ook op neer dat, dat ondanks die grote verschil tussen, tussen Joe Biden en, 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 en Donald Trump dat was geloof ik 7 of 8 miljoen stemmen maar eigenlijk kwam het maar aan op zo'n 40.000 stemmen in drie staten. Ja. Ja. En daardoor, want al als het 40.000 stemmen die andere kant op was gegaan in die staten, dus ongeveer 11.000 in Wisconsin geloof ik, ja, dan was de staat Wisconsin gewoon naar, naar Trump gegaan. En dan was die president geworden. Dus ja. het kan. Een heel klein ja, ja. aantal mensen kunnen in bepaalde uh, staten, staten gewoon... Een heel alles, groot alles verschil eigenlijk aan de mars, ja. Maar, oh ja, En je zei het uh, winner takes all. Ja. In twee staten niet, hè? Gelijk. Ja, dat is Maine en Nebraska. Okay. Die hebben dus, hoe doen ze uh, het daar dan? Dat is dan evenredig vertegenwoordigd. Ja, okay. ja. Nou, dat, maar dat is dan de uitzondering. Maar dat willen ze eigenlijk ook veranderen. Maar volgens mij komen we daar zo op. Ja. Ja. <laughs> en Kenneth, hoe, hoe word ik een kiesman als ik dat zou willen? Nou ja, de, vroeger was, moest je dan heel, heel vroeger moest je dan uh, prominent zijn, uh, prominent uh, politicus eigenlijk zijn, die, uh, die dan als een soort wijze man toen nog um, werd, ge werd gekozen, letterlijk en figuurlijk, om inderdaad op een gegeven moment samen mm -hmm. met al die andere kiesmannen uh, een keuze te maken. Nu zijn het eigenlijk gewoon partijenloyalisten. Wordt al van tevoren een, een lijst opgesteld van kiesmannen, want inderdaad, zoals Carol zegt, uh, winner takes all. Dus zodra dan uh, Joe Biden um, uh, de verkiezingen won in die staat. Ja, dan werd gewoon de lijst van kiesmannen ingestuurd en, ja. die gingen, en die gingen vervolgens formeel nog stemmen moesten ze, uh, ze. Um, maar ja, dat betekent eigenlijk niet meer, want in de meeste staten zijn ze ook verplicht om, om de uitslag van uh, De staat de, te respecteren. De, de ja. staat te respecteren ja. ja. uh, gebeurt het wel eens dat dat niet gebeurt, dat ja. iemand toch een ander het komt wel eens formeel weinig. Het, het komt heel erg voor en de hoe het? Het Hooggerechtshof heeft op een keer ook gezegd dat een staat ook mag zeggen om daar vervolgens een boete en zo op te leggen. Ja, nou als dat kiescollege dan bij elkaar komt, dan zijn ze met z'n 538, hebben we opgezocht. Ja. Dat is een even aantal. Maar als Trump en Harris straks allebei <laughs> precies evenveel kiesmannen hebben. Oh, ja. Dus 269, 269. Ja, dan wordt het ellende. Want ja? dan gaat het naar het huis van afgevaardigden. Uh, en dan krijgt uh, elke staat als het ware één stem. Nou ja, als je dus. Uh, uh, in, in, de, in die staat de meeste afgevaardigden hebt, als je de meeste congreszetels hebt uh, in, in die staat, ja dan... Oh, dan heb je weer meer stemmen. Ja, en, ja. Dan, en dan per saldo krijg je hè, de Republi komende Republikeinen in de meerderheid. Ja. Uh, en dan zal de Republikeinse uh, kandidaat en dus wel zo in worden ja, Dus dat het ook is dat uh, normaal is het uh, evenredig eigenlijk. Wordt er gekeken naar hoe groot is een staat. Maar als er dus een, een tie is, zoals ze dat noemen, dan uh, betekent het dus dat elke staat evenveel Even, even zwaar weegt. Mm -hmm. Dus iedereen krijgt per delegatie van een de staat krijg je dus één stem. Dus het maakt niet uit of je nou uit Wyoming komt mm -hmm. of uit uh, Texas ja, ja. Bij, bij wijze van spreken. Okay. Ja. En uh, nou, laten we dan even over de afdeling trucs hebben, want dat systeem <laughs> wordt natuurlijk ook gemanipuleerd. Ja. Wat, uh, zo is er bijvoorbeeld een, een, een smerige manier om specifiek minder zwarte Amerikanen te laten stemmen. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, dat, is, dat heet dus uh, gerrymandering. Dat is eigenlijk gerrymandering, is vernoemd naar een uh, gouverneur uit 18 zoveel in Massachusetts. Maar goed, dat even terzijde. <laughs> um, um, dus gerry of Gerrymandering, uh, daar worden dus. Um, um, dus in Amerika heb je dus staten, maar elke staat is verdeeld in verschillende districten. En elk district stuurt een, 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 een vertegenwoordiger naar het huis van afgevaardigden. Dus dat zijn in totaal 400, 435 districten. Uh, de districten die worden, dan zou je denken van nou dan doe je gewoon een, een vierkantje. En dat ja. is dan district 1. En, maar nee, het is dus die districten zijn zo gebogen dat ze eigenlijk heel gunstig uitpakken voor of. De partij, maar ook voor het, um, uh, voor, uh, het kiesdistrict. Dus gewoon uh, welke mensen in een bepaald district wonen. Dus er is ook bijvoorbeeld gekeken dat er bij het verdelen van die districten. dat um, dus zwarte en bruine mensen. dat die gewoon evenveel kans hebben om gekozen mm -hmm. of uh, te, uh, te worden of te kunnen kiezen. Ja. Maar de laatste jaren blijkt dus ook dat er steeds meer op een. Verkeerde manier gebruikt wordt, misbruikt dus, waardoor het eigenlijk meer naar de hand gezet wordt van een bepaalde politieke partij. Dus uh, er wordt er bijvoorbeeld gekozen van hé, hey, um, ik probeer zoveel mogelijk mensen van één soort in één district te krijgen, waardoor hun stem eigenlijk veel minder waard wordt. Of er wordt gekozen om ze zoveel mogelijk te verspreiden. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een district hebt waar heel veel zwarte mensen bijvoorbeeld mm. wonen, of je hebt een district waar die uh, waar in een uh, Latino's. Of, Latino's, uh, ja. of uh, dan wordt er gekeken van nou, we zetten hier een lijn. En dan gaan een deel van die zwarte kiezers die komen in. Een super Republikeins-wit uh, uh, district. En dan hun stem eigenlijk nauwelijks mee, Aha. dus is, is ja. dit, dit dan ook echt alleen van de Republikeinen? Dit nee, nee of, wel, ik denk ook dat het andersom ja, ook werkt. zeker ja. Maar ik heb maar voor hoeveel... bijvoorbeeld uh, komt dat ook wel voor ja. Maar hoe vaak mag je dan die lineaal pakken en die uh, counties opnieuw of die districten opnieuw? Uh, nou, dat uh, wordt in de zoveel tijd wordt bijvoorbeeld in 2021 als de laatste keer dat ze dus dan gaan ze weer kijken. De volkstelling, uh, oh, ja. hoe is het allemaal verdeeld en dan wordt het allemaal weer worden die hmm. lijntjes weer opnieuw getrokken. Eén keer in een keer in de tien jaar is die jaar. volkstelling ja. en uh, vervolgens mag je dan die lijntjes. Uh, gaan trekken inderdaad. Ja. Ja. En je moet ook een paspoort hebben toch? Als Amerikaan. Of in ieder geval een identiteitsbewijs met een pasfoto. En dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Maar heel veel Amerikanen hebben dat niet. Heel veel Amerikanen hebben geen, geen paspoort. Hebben zelfs ook uh, soms geen rijbewijs. En die moeten dan een ander soort van uh, overheid uh, identificatiedocument hebben. Uh, de meeste staten, verreweg de meeste staten, vereisen ook wel dat je bij registratie als kiezer, want je moet je natuurlijk ook eerst nog registreren als kiezer, dat je inderdaad een, een foto ID laat, ja. uh, laat zien. Um, de vraag is ook van: moet je dan volgens als je bij het stemlok, uh, stemhokje aankomt, moet je dan ook nog een foto-ID laten zien? Dat is meestal ook wel het gevol, uh, geval, behalve bijvoorbeeld in New York, waar mm -hmm. je eigenlijk alleen maar een bewijs van je adres nodig hebt. Ja. Okay. Je, hoeft je, niet, je hoeft niet eens met je, je uh, foto-ID aan te komen. Nee. Uh, alleen maar dat zorgen dat je dat adres matcht, waarvan ja. nu met dat van je registratie. En bij ons ook, toch? Moet je wel je je idee meenemen. Je moet wel ID ID moet je idee ja. meenemen. Ja. stemmen. Ja. Ja. Maar, ja. maar je hoeft je niet eerst te registreren. Ja. Nee. Dus oh, nee. er zijn allemaal hoepels waar je doorheen moet ja. Ja. springen ja. voordat je je stem kunt. Uit. En daar, ja, en daar zijn dus heleboel uh, trucs mee. Uh, ja, mee ja. Het registreren gaat het soms echt al fout. Maar ja. En wat zijn die trucs? Nou, bij het registreren, uh, bij, er, zijn, er is één regel bijvoorbeeld in bepaalde staten. En die willen ze nu, uh, hebben ze een paar keer geprobeerd in te voeren de laatste jaren. Dat uh, als je nou al twee keer niet bent bezig stemmen. Terwijl je wel geregistreerd staat. Uh, dan word je van de registratielijst gehaald. Ja. word je soms in sommige staten moet je dan worden verwittigd. Bij andere staten hoef je dan ook weer niet te worden nee, verwittigd. Nee. Dus dan kom je bij het stemlokaal. Je denkt van: ik ben geregistreerd. Ja. En dan is het zo van: ja, nee, je bent niet geregistreerd. Oh, ja. nou, en dan krijg je volgens een volgende hoepel. Dan kan je misschien een. Sommige staten weer kan je je wel op diezelfde dag nog registreren. En dan krijg je misschien een provisional ballot. Hè, een voorlopig stembiljet. die moeten dan vervolgens weer apart worden gehouden en later worden nee. gesteld. Maar dan denken toch heel veel mensen naar laat maar. Ja, nou dat ja, is letterlijk wat er ook gebeurt. Dat het, mensen worden ook bang gemaakt zelfs om te stemmen. Wat, dus bijvoorbeeld een heel bekend geval. Uh, Crystal Mason heet ze geloof, ik, het was in Texas. Die dacht dat ze mocht stemmen. Uh, maar die was uh, officieel nog, uh, 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 hoe zeg je, onder uh, probation. Hoe zeg je dat ook alweer? Uh, Voorwaardelijk Vrij ja. en uh, maar ze had wel een, een oproep gekregen om te registreren, dus je dacht: Nou ja, ik ga gewoon stemmen. En die uh, is gearresteerd op dat moment en die is op uiteindelijk ook veroordeeld voor vijf jaar. het ja, niet echt aantrekkelijk, nee, 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 nee. nee. Maar Dat, als dat je is ook dus... het hele punt: hè, om het ja. om bepaalde, in bepaalde staten, bepaalde gemeentes, bepaalde, bepaalde counties om het inderdaad gewoon niet aantrekkelijk te maken, het ja. gewoon moeilijk te maken ja. door bijvoorbeeld ook zelfs uh, zeggen: van, Nou ja, weet je, wel in die buurt doen we geen stemlokaal. Nee. Dus als je dan wil gaan stemmen, dan moet je tien mijl verderop, ja. ja. uh, om als en, of en dan er maar een normen, normen, ja. zijn er geen wetten voor Want in Nederland moet er per buurt of per inwoner op zoveel maximaal zoveel kilometer afstand een stembureau zijn. Ja, het is daar wordt het per staat wordt het eigenlijk bepaald van hier uh, we hebben we stembureaus en dit zijn de hm. districten en het wordt dus niet landelijk ja. bepaald. Dus als dat zo zou zijn dan zou iedereen nou ja, evenveel kansen hebben om te kunnen ja. stemmen. Het is, ook, het is ook heel duidelijk hoor. In de grondwet staat gewoon: het, het is aan de Staten om time, ja. manner, place ja. van, uh, van het kiezen te bepalen. Ja. Niet iedere gymzaal hoeft omgebouwd te worden. Nee, nee. nee, nee. En dan, dan krijg je natuurlijk van die dramatische scènes waar ja. mensen gewoon urenlang in de, de rij staan. Rij. En sommige mensen kunnen zeggen: Nou, ik neem een dagje vrij of ik werk vanuit huis. Maar heel veel mensen die kunnen dat gewoon ook helemaal niet. Dus dan, dan is het ook helemaal niet aantrekkelijk om te, om gaan. te gaan stemmen. Nee. 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 Maar ja, vinden Amerikanen eigenlijk dat ze in een. Eerlijke verkiezingstijd leven of dat zijn die verkiezingen eerlijk? Nou, ik denk ja. dat er steeds meer stemmen opgaan die, die zeggen: inderdaad, van dit kiesstelsel is niet, uh, is niet ja. eerlijk. Laten we inderdaad al beginnen bij het, uh, het uh, electoral college, dat kiescollege, um, waarbij eigenlijk een stem in Wyoming of in, uh, in Pennsylvania meer weegt dan een stem in California, uh, omdat, uh, omdat ze gewoon meer kiesmannen hebben. Ja, of ja. on onevenredig veel ja. uh, kiesmannen hebben. Um, dat vindt men al, uh, al raar, inderdaad. In, het feit dat er geen federale wetgeving is om inderdaad een beetje een uniforms stelsel neer te zetten. Dat maakt het vervolgens inderdaad nou, vatbaar voor allerlei trucs, zoals we ja. hebben gehoord. Um, dus ja, heel veel mensen willen dat wel uh, veranderen. Maar tegelijkertijd is het de moeilijkste grondwet in de wereld om te veranderen. En willen de partijen het wel veranderen? En bepaalde partijen willen het vooral uh, niet veranderen, want die zien namelijk dat, uh, dat ze anders heel waarschijnlijk ja. geen verkiezing meer gaan winnen. Bepaalde dat... ja. partij of wie hint je dan? Met name, met name de republikeinse partijen... Ja. die gewoon uh, cultureel uh, gezien uh, steeds meer in de minderheid uh, raken. Ja. Uh, dus die zien ja. en die kunnen die dat dan, dan nog lezen. een beetje bepalen bij zo'n district ja, Want Als je ja. kijkt ja. Op de, precies wat Kenneth zegt, de republikeinse partij heeft eigenlijk, nou ja, sinds, uh, sinds um, um, Obama hebben ze alleen maar verloren als je kijkt naar de popular vote. Mm -hmm. Dus ze, het, het, het betekent dus dat er gewoon steeds minder mensen op de Republikeinen stemmen. Dus zij zijn natuurlijk heel erg gebaat bij de standhouding spelsel. van Precies. dit stelsel. Dat... En inderdaad, ook wat je zegt, het is ook onmogelijk om je moet je voorstellen dat je eigenlijk de EU vertegenwoordigt in één land. En uh, bedoel, hier hebben we natuurlijk ook allerlei regels die per land verschillen. Mm. En hier moet je gewoon één land, moet je proberen zo eerlijk mogelijk iedereen ja. laten stemmen. Ja. Maar er blijft nee. natuurlijk wel bij dat dit stelsel ooit bedacht is. in een tijd dat het land niet zo divers was als op dit moment. Dus nee. misschien is het wel. In elk een geval, geval niet de meeste stemmen nee. gelden. Nee, nee zo zit het ook niet. Dank voor nu, Carol Rok en Kenneth Manusama. En wil je meer horen over de Amerikaanse verkiezingen? In aanloop daarnaartoe maken natuurlijk ook Jan Posma en Bernard Hammelburg... elke week maar liefst twee Amerika-podcasts.